Dag. Ik ben Timo Eckhart en ik denk dat ik een bijzondere manier heb om mensen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Hierbij gebruik ik media, zoals radio, televisie, video en hanteer ik een bottom-up aanpak. Het hoe, wat en waarom ik dat zo doe, kunt u beluisteren in mijn Petja Kucha-voordracht, waarvan u de link vindt in de mail. Wat zou deze manier van mediagebruik nou kunnen betekenen voor het onderwijs? Daarvoor is het belangrijk te weten wat een bottom-up mediaaanpak betekent. Nou, in mijn ogen heb je een echte bottom-up aanpak en een quasi-bottom-up aanpak. De quasi-bottom-up aanpak is dat je als maker, als producent dus, je ontvanger, de consument, de gemeenschap kent. Je interacteert zelfs met ze, maar vaak vooral door jouw vragen beantwoord te krijgen. En dat doe je via enquêtes of via derden. Dan maak je vervolgens uh, programma's die volgens jou goed zijn voor die gemeenschap. Of je anticipeert op de behoeften uh, die je uit die enquêtes haalt uh, wat er in de gemeenschap leeft. Dit sluit vaak best redelijk aan op uh, wat er leeft. Maar uiteindelijk bepaal jij als producent um, wat er wordt gecommuniceerd en hoe. Deze aanpak bevat nogal wat top-down uh, elementen. Er is een andere aanpak. De andere aanpak is, en dat is de bottom-up aanpak die ik hanteer: dat is dat je van de ontvanger, van de consument, ook de maker, de producent maakt. Hierbij deel je de regie en de inhoud met degene voor de camera, voor de microfoon en wordt je doelgroep wordt deelnemer, waarin iedereen gelijkwaardig is met ieder zijn eigen unieke rol. En dit opent dan een ruimte met nieuwe mogelijkheden en toepassingen voor dit fantastische medium. In deze bottom-up aanpak zitten volgens mij waardevolle elementen voor het onderwijs in ontwikkeling. Je creëert hiermee namelijk een speelveld waarin vanuit veiligheid, autonomie en ook plezier natuurlijk, de leerlingen vaardigheden kunnen ontwikkelen die belangrijk zijn, om hun uh, in staat te stellen de regie over hun eigen leerproces te voeren. En dat wil je. Wat geeft het de deelnemer dan om op deze manier uh, met media aan de gang te gaan, zijn eigen media? Nou, zelfvertrouwen, bekrachtiging van wie je bent, je wordt gehoord. Je leert ook luisteren naar elkaar. Je inspireert elkaar. Raakt meer betrokken bij elkaar. Geeft feedback aan elkaar. En je leert elkaar kennen. En van daaruit ja, kunnen vaak goede samenwerkingsverbanden ontstaan. Wat krijgt de school? Nou, de school krijgt een authentiek product. En ontdekt hiermee wat er werkelijk speelt onder de leerlingen waar ze echt mee bezig zijn, wat zij belangrijk vinden. En dit helpt ook weer de docent in zijn nieuwe coachende rol. Al deze elementen komen het sterkst tot uitdrukking bij het inzetten van radiobijeenkomsten. En ik denk zelfs dat dit een structureel onderdeel kan worden van het onderwijs van nu. Nou, ik hoop dat ik u voldoende nieuwsgierig heb gemaakt om hierover verder te praten en dat dit aanleiding is om mij uit te nodigen voor een gesprek. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht en hopelijk tot ziens.